Oh ja, daar komt hij alweer, mijn zoon. Dat is ook iedere keer hetzelfde. Ja, tweede keer, ja, dat blijft erin. Het is een vast item ook. Ja. Nou ja, dan moeten we daar wel, naar luisteren. Ja, het is niet te doen. Maar ja. Komt dank ook alweer 1 uur, kunt u de laden. Nou ja, waar heb ik het over? Goedemorgen, luisteraars. Daar is hij weer, de Dick van de Kaarsjo. Ja, goedemorgen luisteraars, hè? Naar wie van harte welke wederom in die aisle. De Dick voor iets anders show, oftewel de Dick voor elkaar show. Mensen, mensen, wat een week hebben we weer achter de rug, hè? Jongen, jongen, toestand, ja. Vandaag natuurlijk, oh, voor ik het vergeet, hallo pa. Hartelijk dank hoor voor de inleiding weer. Ik heb toevallig vorige week, heb ik eens geluisterd, dat is een aardig programma, ook dat vast lost. Ik vind het een leuk, gezellig programma. Ik heb toevallig, ik had de verkeerde zender op staan, toen hoorde ik het. Leuk programma, en mevrouw pa, leuk met die brieven ook, hè. Maar voortaan wel je leesbril meenemen natuurlijk, hè. Dan ga je iets makkelijker lezen. Zo, luisteraars, vandaag een heugelijke dag. Wie weet, carnaval begint, hè. We hebben ook bedacht om dus aan de eind van de uitzending, dan schakelen wij rechtstreeks over naar Oeteldonk voor een rechtstreekse reportage vanaf het carnaval daar. Ik ga er dan met de groot naartoe en dan zullen we daar het een en ander weer blijven. Nou, intussen gaan we weer beginnen met een oude gewoonte. Want eerst gaan we voorplaten en in dit geval is dat Paul Anka en Lonely Boy. Dat is dan die Paul Anka, hè? Lonely Boy. Hele leuke plaat. Nou, goed. Hallo, de meijer, er komt hierna komt dan die plaat met die man met dat gedoe, met die Jonas, ja? Goed luisteraars, dan heb ik hier intussen, ik verhuis even naar de rechterkant, leuk, ik zit nu in de rechterspeaker, als het goed is tenminste, laten we het hopen, de meijer zegt dat klopt, de meijer staat met oren op. Ik sta nu aan de rechterkant en aan mijn linkerkant zit op dit ogenblik een interessante man, namelijk een verzamelaar. En vertelt u zelf even, wat verzamelt u precies? Ja, ik verzamel voetbaluitslagen. Leuk, u verzamelt voetbaluitslagen. U heeft al heel wat voetbaluitslagen, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ik heb al, denk een kleine 36.000 verschillende voetbaluitslagen heb ik allemaal al. Zo, allemaal verschillende, dat is interessant. Hoe verzamelt u die? Ja, dat doe ik voornamelijk zondagsmiddags. Dan ga ik dus bij de radio zitten. En dan wacht ik op de uitslagen. En die krijg je dan via de radio. En die schrijf ik dan op en dan heb ik ze. Ja, maar dat is een heel werk, neem ik aan. Een hele administratie. Ja, inderdaad. Dat is een behoorlijke schrijverij. En ik heb dus ook geen bijbaan erbij. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen in die tijd. Het is een hele administratie. Ja, zijn er ook nog problemen aan verbonden? Ja, het grote probleem is voornamelijk uitkijken dat je geen dubbele krijgt. Je hebt gauw kans op dubbele. Zo? Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik zal u een voorbeeld geven, ik heb 3-3. 3-3 heb ik bijvoorbeeld dubbel. 3-3 heb ik dubbel. Maar bijvoorbeeld 6-5 heb ik niet. Dus zou we graag even gelijk van de gelegenheid gebruik willen maken. Als mensen toevallig thuis zijn die 6-5 hebben, dan zou ik graag willen ruilen voor 3-3. Ik heb 3-3, heb ik dubbel. Dus als mensen zijn die 6-5 hebben, dan zou ik graag mij willen schrijven, graag. Ja, nou, ze kunnen het ook natuurlijk gewoon hier naar de Nusserenfus sturen, hè. Dus dames en heren, luisteraars, als u toevallig 6-5 ergens over heeft of dubbel heeft, die kunt u dus ruilen met 3-3, met de man. Sorry, ik heb uw naam vergeten te vragen. Wat is uw naam ook alweer? Van Alphen. Meneer Van Alphen. Nou, ik vond het interessant met u gesproken te hebben. Dit was dan weer een gesprekje met zo'n bekende verzamelaar. We gingen even verder met een plaatje. En dat is een plaatje van Tom Jonas. En deze man die heeft een verschrikkelijke dorst. Dat weet u wel, hè? What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa!
Prinses. Oh, alsjeblieft, meneer. Drink dit maar. Tuintips. Presentatie. Guus Natuur. Ja, hallo luisteraars. Hallo, hier is dan weer Guus Natuur. Goedemorgen. Zo, nou, we gaan weer eens de tuin in. Hè. Ik sta hier dan dus in onze, mag wel zeggen, zeer magnifieke NCRV-tuin. Deze tuin is zeer uitgebreid. Ik heb dat dus hier onder handen hier. En nou ja, ik ga gewoon weer even wat tips geven. Dan allereerst wou ik even een tip geven die volkomen nieuw is over het zaaien. Het zaaien. Ik zal u vertellen, bij wijze van proef heb ik paniek gezaaid. En ik kan u eerlijk vertellen, luisteraars, het staat nu al 2 meter hoog. Het is werkelijk magnifiek. Op het ogenblik ben ik ook nog aan het experimenteren in de kelder. Ik ben op het ogenblik in de kelder en daar probeer ik argwaan te wekken. Dat is niet zeker dat dat zal lukken, maar het is in ieder geval te proberen. Ja, dan eventjes heb ik vele brieven ontvangen, luisteraars, over het maaien. Ja, u verstaat het goed, over het maaien. Het maaien schijnt toch voor sommige mensen nog vele problemen op te leveren. Ik heb hier dus de grasmaaimachine bij mij. En ik zal dan nu even voor u een klein stukje gaan maaien, zodat u duidelijk kan horen hoe dat precies in zijn werk gaat. Daar gaan we dan. De groot, dat is de verkeerde plaat. Er zou een plaat komen met maaien. Dat is een hond, hoor ik. Juist, daar ga ik dus. Nou, het maaien heeft dus als voordeel dat je wordt er rustig van. Ik vind het bijzonder prettig om lekker op mijn gemak, lekker rustig te kunnen maaien. Het is werkelijk heerlijk, lekker rustig. Er is geen enkele reden tot paniek. En je voelt eigenlijk als het ware helemaal van rust. Hoor eens even hoe ze halen van gaan. Je weet eigenlijk gewoon niet dat je eigenlijk bezig bent. Hè. Het is niks anders dan, je komt eigenlijk, zou het willen zingen. Hè. Je zingen, chanson, de labour. Je komt er echt wel niet in stemming, hè? Goed. Nou, luisteraars, het ogenblik. Ja, hallo, luisteraars. Is voor mij, zei jij, is voor goed, voorbij. Ga maar vlug. Kom nooit weer terug bij mij. Onderweg in mijn wagen achter het stuur, hoor ik je stem als ik in de verte tuur. Het is voorbij, zei jij, het is voorgoed, voorbij. Ga maar vlug en kom nooit weer terug. Altijd weer de dag, na een traan komt toch altijd weer een lach. Het is voorbij, zei jij, het is voorgoed, voorbij. Hoort je hallo, stem ben ik alweer te horen? Hallo, ben ik alweer in de lucht? Ja. Hallo luisteraars, hallo, daar ben ik weer even. Zet dat ding eens af. Dat zet je toch niet zo abrupt af, de grote, zet je dat vaartje toch weg? Hallo luisteraars, daar ben ik nog even. Ja, er was hier een vreselijke paniek hier in die controlekamer. Ik ben hier een hele verhaal aan het afsteken en die gooien daar ineens die grammofoonplaat er al in. Maar ik heb nog een heel verhaal. Dus ik heb hier eventjes, ik heb ze daar even tegen de grond aan gescholden en nou ben ik dus hier weer in de lucht. Luisteraars, ik had het nog graag even met u willen hebben. Ik heb ook vele brieven ontvangen. U spreekt weer met Guus Natuur, hoe maakt u het? Ik heb vele brieven ontvangen over mensen die hebben mij geschreven. Beste Guus, wat doen wij tegen mollen? Wij hebben last van een mol. Juist, daar heb ik iets op gevonden. Ik heb namelijk ontwikkeld de, mag wel zeggen, eenvoudige, doch volautomatische mollenvanger. U hebt daarvoor nodig, luisteraars, een wekker en een hamer. Een wekker en een hamer.
Het is heel eenvoudig. U gaat bij de molshoop zitten. Daar zet u de wekker neer. Dan laat u de wekker aflopen. De mol komt kijken hoe laat het is. U geeft hem een klap op zijn kop met die hamer. En wam. Bovendien kunt u dan nog verzekerd zijn dat u geen kleine molletjes vangt. Want kleine molletjes kennen nog geen klok kijken. Nou, dan gaan we dus, om het eventjes helemaal duidelijk uit te leggen voor de mensen die het nog steeds niet snappen, gaan we het helemaal demonstreren. Ik ga dus nou weer naar buiten. Wat is, oh ja, ik ga nu naar buiten en er zijn geen, alle pick-ups leggen vol, dus we kunnen geen buitengeluiden laten horen. Nou staat hier iemand te fluiten voor de buitengeluiden, begrijp je wel? Dus ja, niet te dichtbij je, dus nou gaan we dus, ik ga dus nu naar het gat toe van de mol. Ik kom hier dus bij, nou er komt een duizendpoot voorbij, even laten passeren. Doorlopen. Oké. Nou, ik zit hier nou dus bij het gat van de mol. En ik ga hier dan dus zitten. Nou zet ik hier de wekker neer en die laat ik aflopen. En dan komt die zo, let op. Juist. Dat is de wekker. En als het goed is, horen we nu de mol naar boven komen. Daar komt die. Daar komt de mol. Hola, hij valt naar beneden. Nou, hij zal zo wel weer naar boven komen. Dan komt hij alweer. Ja, en daar komt de mol met zijn kopje uit het gaatje. Nou pak ik een hamer en ik zeg... Valhelm, hoofdzaak. Just walking in the rain. Soaking wet, torture in my heart. I try to forget, just walking in the rain. So alone and blue, all because my heart remembers you. People come to the window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Just walking in the rain. Luisteraars, het is weer pak een beet, ongeveer, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie, Dik voor mekaar. Ja, ben ik in de, ja, hallo. Hallo, hallo Hilversum. Hier, ja, hier is Dik voor mekaar. Hallo, ik ben op dit ogenblik onderweg naar Hilversum, of ik bedoel naar de carnaval. En op het ogenblik zit ik dus achter in de auto, de Groot zit achter de tuur, de producer van dit programma, de Groot. En ik ben dus op dit moment op weg naar het carnaval. En wij zullen daar over enkele ogenblikken aankomen. En als wij daar zijn, dan zal ik een rechtstreeks reportage van daaraf voor u verzorgen. Op dit moment zijn we al dicht in de buurt. Ik zie hier borden komen. Even kijken, waar zitten we? We zitten nu vlak bij Winschoten Delfzijl. Nou, moet eens kijken, dus Winschoten Delfzijl. Zeg de Groot, is dat nou wel goed? Winschoten Delfzijl. Wij moeten toch van richting Sittard, Heerlen en Maastricht en zo. Huh? Man, haal dom zijn schouders op, weet het niet. Je zit helemaal fout, man. Je zit helemaal niet goed. We gaan helemaal de verkeerde kant op. Nou, kijk, dat is nou... Nou ja, is toch om gek te worden, hè? Dat is nou typisch weer de Groot, hè? Rijdt de man weer helemaal naar het noorden, Winschoten. We moeten carnaval.
Draaien, de groot, onmiddellijk draaien. Hallo Hilversum, we gaan draaien. We zetten de flinke pas in de andere kant op. Belachelijke man, rijdt idioot helemaal naar het noorden toe. Kijk ook niet om. Zet dan ook je leesbril op. Wie gaat er nou met een grote, waanzinnige grote zonnebril achter het stuur zitten? Zet dan ook je leesbril op. Oh, je hebt geen leesbril. Nou, dan vraag je dan mee. Dom figuur. Terug naar Hilversum. Het is carnaval, de hele wereld is een carnaval. Je komt een toeter en je drinkt en je zingt en je springt en je doet eens even lekker mal. Ik hou van geld, jij houdt van geld. Hij houdt van geld, we houden allemaal van geld. Ja, hij houdt van geld, jij houdt van geld. Wij houden allemaal van geld. Hallo Hilversum, hallo Hilversum, hallo. Ben ik weer in de lucht, ik kan het niet kopen. Laat hier even nog een interview. Hier naast mij staat een man met zijn voet in zilverpapier. Wat stelt u eigenlijk voor? Ik ben Kammerberg. Heel leuk, man. Heel leuk. We gaan nu eens even verder. Mag ik even vragen, wat is carnaval voor u precies? Leuk, een stemming is hier, mag ik zeggen, op het hoogtepunt. En dan ga ik nu even op zoek naar Prins Carnaval. Heeft u misschien de prins gezien? Ja, die staat achter in de hoek, heb ik al gezien. Achter in de hoek, we gaan even achter in de hoek. Hallo, is hier de bent u de prins? Ja, wat zeg ik nou, ik ben mijn vrouw kwijt. Nee, een carnaval moet ik hebben, Prins Carnaval, is niet te vinden. Zijn ook hier op de mevrouw is daar dood op de poten. Kijk er eens hier uit wat je doet. Hallo luisteraars, dan is nu dat ik een moment gekomen is om over te geven aan Hilversum. Maar het was de bedoeling dat ik hier contact zou krijgen met meneer Van Loenen. Maar meneer Van Loenen, het aderkopje daar in de verte horen, meneer Van Loenen weer aankomen. Hallo, meneer Van Loenen! Ik ben vreselijke reis hier naartoe. Nee, ik moet blijven om de telefoon. Van mevrouw, geef de telefoon onmiddellijk. Een vreselijke reis geweest. En ik zit op het ogenblik bloedend door de microfoon. Ik zal even proberen om de. Ik zal niet mee om hier vandaan de juiste toon te krijgen. Maar, hallo, Hilversum, je zegen nog even. Op het ogenblik is het hier op puin hoog, mag ik wel zeggen. Maar je wel, maar meneer Van Loenen, u slaat steeds op de knieën. En ik zal het ook houden. Ben ik al in de lucht? Ik weet niet of u al in de lucht bent, ik hoop het niet. Ik kan iemand aan de juiste toon niet volgen. Ik weet het niet, ik word steeds opgeruimd, zo voor iedereen. Oh, gelukkig.